Why do we always talk about things like these? Why do we always haunt each other down? Zo. Nou, ik ben weer eens eventjes goed de lul en ik moet me melden bij het Korps Mariniers hier in Weert. Waar heeft het mee te maken? Ik heb een tijdje terug een koude training gedaan in Noorwegen met het leger. Maar, zei het Korps Mariniers, dacht je dat dat de echte mannen waren? Nee hoor, dat zijn wij. Ga maar eens met ons mee naar bijvoorbeeld een jungle training in Suriname. Ik ga nu eerst kennis maken met de echte mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus hier zitten de echte mannen? Ja, hier gebeurt het allemaal. Zeg het maar eventjes, ik moet naar Suriname geloof ik. Ja, hè? Jij gaat met ons mee naar Suriname. Nou, we zijn hier bij het Korps Mariniers. Want wie ben jij eigenlijk? Ik ben dus Jan Kramer. Jij mag Eef zeggen. Eef Kramer. Eef? Eef, gewoon Eef. Nou, dan mag je tegen mij zeggen ze ook wel eens gewoon Rut. Dus mij kun je gewoon Rut noemen. Nee, ik houd bij Rutger. Voordat we naar Suriname gaan, zul je een stukje basis aangeleerd moeten krijgen. Nou, dat gaan we hier doen. Jij bent mijn buddy. Ja, vanaf nu tot het einde van de rit zal ik jou overal in meenemen. Dus als ik een keer slecht gedroomd heb, dan kan ik gewoon bij jou eventjes een beetje zo. Ik doe dan vaak zo, even zo een beetje bij je kruipen. Zo. Dat kan dan gewoon. Mag ik al gewoon jouw hand alvast vasthouden om een beetje te oefenen met straks in de jungle? Nee, dat gaan we niet doen, Rutger. We doen geen handen. Dan je maar lekker met je meisje ergens op de Kalverstraat. Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. Zo, jungle zou je goed doen hier. En thuis wacht daar zijn geliefde meid. Die de brieven krijgt van een jongen die ze meer. Oh. Een riem is niet nodig, zie ik. Hè? We hebben helemaal thuis. Ja. Maar hij ziet een ster. Oh, dat wapen. Ja. Ah, dat heb ik al eens meer mee meegewerkt. Geen probleem, dus geef maar. Je krijgt van mij een wapen, maar je gaat er serieus mee om. Doe je niet serieus, pak ik hem af, krijg je een stok. Kijk zij naar dezelfde maan. Wat gaat er nu eerst gebeuren? Er gaat zo meteen eerst een patrouilleorde komen. Ja, die wordt aangegeven en dan ga jij bij aangesloten worden. En dan, waarom moet dat dan nou weer in de bosjes dan precies? Dat ga je zo meteen allemaal zien waarom dat is. We gaan het allemaal zien. Ja, dit zijn de mannen die zo meteen op pad gaan, door middel van een verkenningspatrouille. En jij gaat bij hun ingedeeld worden. Ja, de IC die gaat daadwerkelijk deze patrouille leiden. Hij kijkt ook heel gevaarlijk. Maar dat is hij ook. Is hij dat ook, ja? Ja. Okay. Ja. Ik kan hem wel een hand geven gewoon even. Of, ja. Hallo, hi, Rutger, hi. Skip? Ja. Skip, hi Skip. Plaatsnemen. Oh, ik moet zitten ook, ja. Oké. Okay. Ja, even iets voor op je vrat. Ja, die zet ik hier even op. Even iets voor op me? Op je vrat, je hoofd. Oh, ja. Mijn vrat. Even iets voor op mijn vrat. Zou ik je vragen om even je ogen dicht te doen? Want het camouflage materiaal kan een beetje prikken in je ogen. Goed dicht te houden. Je moet er niet opvallen vandaag natuurlijk. Oké. Nou, dankjewel. Wij, de 23e compagnie, 3e peloton, 2e geweergroep, voeren uit een verkenning op kaart vierkant 83-82. Mijn intentie is om met 4 man deze patrouille uit te voeren. En... Nou, heb ik eventjes ongelooflijk geïnteresseerd naar jou zitten luisteren. Jij hebt hier een kunstwerkje. Vertel eens eventjes nou, want zo werken jullie altijd. Wat is dit nou? Ja, je zit in het veld en je hebt niet altijd de beschikking over een lokaal met mooie luchtfoto's, satellietfoto's, etc. Dus dan zou je het moeten doen met de middelen die je hebt. En dit gaan wij straks in Suriname ook doen? Dat ga je zeker in Suriname ook doen. Roger, over. We kunnen gaan geloof ik hè? Roger out. Roger out, over en uit. Zoek en kijk, onder elke eik, of op elke stam. Of je iets vinden kan. Zo gaat het nou, zo gaat het nou. We zoeken in het bos. We kijken naar de sporen en we speuren de bos. Zo gaat het nou, zo gaat het nou. We zoeken in het bos. We kijken naar de sporen en we speuren de los. Hij daar of jij daar? Nou, geen ruzie maken, jongens. En sluip je door de struiken en neus je in het rond. En maar kijk je naar die sporen op de grond. Zo gaat het nou, zo gaat het nou. We zoeken in het bos. We kijken naar de sporen en we speuren de roblos. Zo gaat het nou, zo gaat het nou. We zoeken in het bos. We kijken naar de sporen en we speuren de roblos. Ik denk, jullie lopen echt helemaal tot het eind van het bos. Normaal gaan we wel. We dachten toch niet? Warme top. Nee, het ging allemaal wel veel mee. Of veel allemaal heel erg mee. Okay. Oh, sorry. Maar ja, ging je? Ah, makkie.
Leuk hè, zo een beetje spelen in het bos. Hè? Ja, dat is. Je soldaatje spelen. Vind je wel wat? Nou, de eerste dag van de voorbereiding op de jungle training in Suriname, die zit erop. Ik heb hem weer omgekleed, ik ga lekker naar huis. Morgen staat er een dag op het programma in Den Helder. En dan krijg ik een training op het water. De auto is niet open. Dan zal het ongetwijfeld weer een stuk zwaarder gaan worden. De derde dag krijg ik mijn uitrusting voor de jungle. En dan gaan ze ook zitten zeiken dat mijn haar eraf moet. En dat gaan we dus niet doen. Dag.